dat je nieuwe routes misschien wel gaat ontwikkelen, omdat je zoveel van huis bent. Ja. Nou, we hadden het er net ook wel een beetje over dat het eigenlijk een Amerikaans accent begint te krijgen als ik Nederlands spreek. En omdat natuurlijk, ik ben al zo lang in Amerika, dus als een tiener ben ik wel opgegroeid in Nederland, maar dan als twintiger dan ben ik opgegroeid daar. Ja. En je groeit als persoon zoveel in je twintig jaren. Ja. Dus ik ben nu, het is raar. Toen ben ik heel Nederlands en ik ben heel Fries, maar ik ben nu ook wel een beetje Amerikaans, denk ik dan. Ja, ik ben altijd Nederlands en als woon ik voor de rest van mijn leven in Amerika, ik ben altijd Nederlands. Ja. Nog heel even over de shoot. Het thema vandaag is glitter en glamour. Ja. Wat heb jij met glitter en glamour? Glamour is natuurlijk wel een beetje in mijn leven. Want je hebt de events en je hebt de mooie fotoshoots en alles eromheen. Dus ik zit nu wel een beetje in de glamour. De glitter heb ik vandaag ontdekt, denk ik. Elke dag wel glitter gedaan. Ja, ik geloof dat het heel erg jeukt, hè? Het zit echt in mijn neus. Het kittelt een beetje. Oh ja, houd je goed. Wat was jouw meest glamorous moment in je leven of in je carrière tot nu toe? Er zijn zoveel eigenlijk. Ik denk een heel leuk moment was dat toen ik heel lang geleden toen mijn Pirelli kalender uitkwam. Dat was denk ik een beetje mijn eerste rode loper moment in Londen. Dus daar was ik heel nerveus voor. Wat had je aan? Een witte McQueen jurk met een Stella McCartney jasje. En mijn eigen vintage schoenen, YSL. Ja, weet ik nog. En toen hadden we Sports Illustrated, was heel tof om te doen, want we hadden ook een hele press tour. Het was best wel glamorous. Mm-hmm. En met Maybelline hebben we een heleboel events. En ik denk dat het ook wel een glamour moment was toen we in het midden van Times Square aan een commercial aan het schieten waren. En het was echt één grote chaos. Er waren zoveel mensen stonden in de kring om ons heen en dat voelt wel heel glamorous. Dat ze dan naar jou komen te kijken om het te doen. Ongelooflijk. Ja. Bijzonder. Nou, nogmaals. Dank dat je hier bent vandaag en succes met de shoot. Dankjewel.